accu erin gaat. Oké, als je hem... Niet zomaar stoppen. In ieder geval, als ik dan kom ik misschien dadelijk even langs, dan haal ik hem eruit, kijk of het nog even voor het seizoen. Deze loopt ook. Ja, dat vind je op onze site. Zou ik het gelijk afsluiten. De Flora, beste mensen, welkom bij Gelukkige Groentes. Ik denk dat dit beter is, net wat constant te regen. Per persoon, ja. Dus, ik zal mezelf even introduceren. Mijn naam is Sjaak Nolles. Meer dan 30 jaar geleden ben ik begonnen als huisarts in de regio Schinnen. Zo'n 14 jaar geleden ben ik gestopt als reguliere huisarts. Omdat ik erachter kwam dat er steeds meer mensen met chronische aandoeningen erbij kwamen. Die ik met reguliere middelen wel kon behandelen, maar niet genezen. Naar aanleiding daarvan heb ik allerlei cursussen gevolgd en ben verder gegaan als arts voor integrale geneeskunde. Hier moet je wel BIG geregistreerd zijn. Dit is een term, integrale geneeskunde is een term die kan in principe iedereen gebruiken. Maar ik ben wel arts en BIG geregistreerd arts. De aanleiding daarvan was om te gaan verdiepen in een aantal zaken, om te kijken wat de achterliggende oorzaak is van een ziekte. En ik kwam erachter dat de mens helemaal niet geïnteresseerd is in gezondheid. De mens is alleen maar geïnteresseerd is of hij al een balans is, ja of niet. En dat heeft met een moeilijke term even met homeostase te maken. Ik heb dus een PowerPoint-presentatie gemaakt, zoals jullie zien. Er kan een typfoto tussen zitten. De ellende is dat in de huidige maatschappij iets van 9,9 miljoen mensen een of andere moderne westerse aandoening heeft. En het wordt alleen maar meer. Dus we schieten tekort in de reguliere geneeskunde. Op in Nederland moment. Heeft u toen? Alleen in Nederland, 9,9 miljoen. Moet je nagaan, 17 miljoen mensen. Ja. 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 En om welke ziektes gaat het dan? Het gaat zich met name om deze ziektes. De zogenaamde niet besmettelijke aandoeningen. Daar gaat ze om. Steeds meer harde vaatziekten, chronische luchtwegproblemen, suikerziekte, type 2 dan. Diverse vormen kanker, dan moet je denken aan de borst, de prostaat, de long en de darmkanker. Wat gerelateerd is aan leefwijze en voeding. Steeds meer mensen met auto-immuunziektes, ziekte van Parkinson, fibromyalgie, noem maar op. Er komen steeds meer mensen mee die dit soort klachten hebben. Je kunt ze behandelen met medicijnen, maar die medicijnen genezen niet. Het gevolg daarvan is dat mensen wel zeggen van jongens, we worden wel ouder. Hè? Dit zijn getallen die ik opgeschreven heb, om te laten zien hoe de levensverwachting is bij de geboorte. De levensverwachting bij een man bij geboorte is 80,5 jaar, en bij een vrouw 83,6 jaar. En voor het eerst is dat nu af het nemen. In Amerika en de VS is er al een aantal jaren af en nemen. Nu door de corona is het helemaal af en nemen. Dus we worden wel ouder, maar wat we ook constateren is dat er steeds meer mensen zijn die op jongere leeftijd een chronische aandoening krijgt. En dat begint op jongere leeftijd. 42 jaar is de eerste gemiddelde leeftijd voor vrouwen. Waarbij de chronische westerse aandoening gaat ontstaan. Bij mannen is het van 48 jaar. En wat je ziet is dat de levensverwachting wel omhoog gaat. Nu gaat het waarschijnlijk ook dalen. Onder andere ook door de corona. En wat je tegelijkertijd constateert is dat de leeftijd waar de eerste chronische aandoening ontstaat gemeld aan het dalen is. Dus wat je ziet is dat er steeds meer jaren van leven hebben met een chronische aandoening. Terwijl de gezondheidszorg alleen maar gigantisch duur wordt. 100 miljard per jaar wordt er op dit moment uitgegeven aan de gezondheidszorg. Gigantisch. En over een paar jaar loopt echt de spuug uit. En zoals ik al zei, de mens is niet geïnteresseerd in gezondheid. De mens wil alleen maar in balans zijn, in evenwicht zijn. Om dat te begrijpen is het heel goed om naar de evolutie te kijken. En de evolutie is... begonnen bij een volgende plaatje. Handig zo'n PowerPoint presentatie. Ja.
dan ga je toch kijken, de aarde die zou iets van 5 miljard jaar ontstaan, dat 3,5 miljard jaar geleden zijn de eerste eencelligen ontstaan. Die eerste eencelligen, moet je je voorstellen, dat die eencelligen, als de omstandigheden goed waren, dan gingen de eencelligen zich vermenigvuldigen en delen. Maar als de omstandigheden niet goed waren, dan gingen die cellen in een soort stilstand staan, in een soort sporenstoestand staan, en wachten totdat de omstandigheden goed zijn, zodat ze weer kan vermenigvuldigen. En het grappige is, dat die mechanismes in die eencelligen ook in onze cellen nog steeds aanwezig zijn. En vanuit de eencelligen zijn op een gegeven moment meer cellen ontstaan, en dan op een gegeven moment zoogdieren, en de eerste mensachtige 5 miljoen jaar geleden, en de moderne mens waar wij toebehoren, de Homo sapiens sapiens, 180.000, 200.000 jaar geleden is die binnen te ontwikkelen. Dan wordt de moderne mens genoemd, maar ja, wat er modern is, weet ik niet, want we slaan elkaar steeds de kop in, en er worden steeds de mensen opgehangen, heb ik begrepen. Helaas, dit is een feit, kan je niet zo doen. Ja. Maar de evolutie heeft wel duidelijk gemaakt dat de survival of the fittest, dat zijn de soorten die zich het beste kunnen aanpassen in de omgeving die op dat moment heerst, die in staat zijn om een voortplantingsmateriaal door te geven, die wisten te overleven. En het doel is niks anders. Het doel is niks anders. En waarom weet ik niet. Doorgeven DNA. Wat je ziet is dat van één cel naar de mens toe, dat er allerlei cellen zijn gaan specialiseren tot orgaansystemen. En omdat eencelligen wel in staat zijn om trek te vermenigvuldigen en te delen, wij dus niet als mens zijn. Wij moeten eerst zorgen dat de voortplantingsorganen rijp genoeg zijn om het DNA-materiaal door te geven aan de volgende generatie. Dus dat is het betekenis van de survival of the fittest. De fittest die betekent die zich best heeft aangepast aan de omstandigheden die er heerst. Wat een mens, wat ik net al zei, is niet geïnteresseerd in gezondheid. Wat een mens wel wil hebben is dat alles in balans is. Dat is een moeilijk woord, of lastig woord, homeostase. Homeostase wil zeggen dat ik wil hebben dat alles binnen bepaalde marges functioneert. Ik wil hebben dat de vitamines, de mineralen, de hormonen, noem maar op, de bloeddruk, je lichaamstemperatuur, binnen bepaalde marges zit. Zolang alles binnen die marges plaatsvindt, zijn er geen signalen van je lichaam. Ook een heel eenvoudig voorbeeld, je lichaamstemperatuur. Als je lichaamstemperatuur te hoog is, ga je zweten. Lichaamstemperatuur te laag is, ga je koude rillingen krijgen. Toch? Wat wil ik ermee zeggen? Op het moment als iets buiten die marges plaatsvindt, dan ga je dus signalen krijgen, symptomen krijgen. Dan heb ik hier als voorbeeld magnesium genomen. Magnesium. In je bloed zit iets van 1,05 tot 0,65 milligram. Ja, echt heel weinig. In je lichaam bevat iets van 25 gram. Terwijl je in je botten iets van, zit er overigens 60% van je magnesium bevindt zich in de botten. En 20% in de spieren. En slechts 1% van je magnesium bevindt zich in je bloed. Dus je lichaam doet er alles aan om te zorgen dat die binnen die marge blijft. En wat voor je lichaam het allerbelangrijkste is, is je zuurtegraad. De zuurtegraad van je bloed, dat doet je lichaam alles aan om die binnen deze marge te houden. In deze marge te houden. Om wat meer uitleg te geven over de symptomen, wil ik even meenemen naar dit plaatje, deze metafoor te gebruiken. Mijn tekenkunst is geweldig, zoals zo te zien. Dit moet een computer voorstellen. Dit is een printer. Ik zie mensen al knikken dat er een printer is. Ja. En wat ik wil aangeven is het volgende. Als je lichaam klachten heeft, symptomen heeft, maakt niet uit welk. Of nou diarree is, of eczeem is, of dat je moe bent, of weet ik veel wat. Dan moeten we toch gaan afvragen, wat hebben we erin gestopt en hoe is je lichaam ermee omgegaan? Dus wat je output is, dit is je output. Jouw gedrag is output. Uiterlijk kenmerken, op het moment als je niet in balans bent, dan zie je heel vaak dat daaruit
moderne westerse aandoeningen ontstaan. En wat ook output is natuurlijk afval, dus stoelgang en urineproductie, zweetproductie. Dat is ook output. Dus als je dit kun je zelf doortrekken naar de planten toe. Als je de planten bekijkt hoe het eruit ziet, dan moet je je afvragen hoe heeft dat plant daartoe gekomen om dit te ontwikkelen. Dan moet je toch kijken van hoe is de input geweest. En de input voor de mens. Voor de mens zijn onder andere dit. Achtervolgde iemand. De input van mens is onder andere dit. Voeding, water, je dag-nachtritme is input. De beweging is input. Vitamine D, de zonlicht is input. Zelfs je gedachte is input. Het feit dat je over iets gaat denken. Je hebt er een emotie over, een gevoel over, dat kan je hersenen zodanig beïnvloeden dat je daardoor een output gaat krijgen. Dus iemand die depressieve gevoelens heeft, kan inderdaad daardoor depressief gaan worden. Sociale omgeving is input, uitdaging is input. Ja. Maar het probleem is, in de huidige maatschappij hebben we dit soort inputsfactoren. Gewoon als voorbeeld genoemd. Dan krijg je te maken met additieven die worden toegevoegd in de voedingsproducten om de langer houdbaar te houden. Niet voor duurzaamheid, maar voor houdbaarheid. Pesticiden worden veel toegevoegd gebruikt. Heel veel mensen hebben last van ontgiftingsproblemen. Alcohol. Als gewoon als voorbeeld. In mijn boek van Gezondheid is een vaardigheid, wat ik heb geschreven, heb ik 37 items genoemd die je als input kunt hebben. Die een verstoord effect hebben, waardoor je dus allerlei klachten kan ontstaan. Het probleem met dit verhaal is wel zo dat je wel aangeboren kunt zijn met een bepaalde aanleg voor iets. Dat je net werd genoemd dat een harde schijf dus een stoornis heeft, dan kan ervoor zorgen dat dit een ander output gaat geven. Zo moet je denken aan mensen met het syndroom van Down, die op DNA-niveau hebben een bepaalde variantenvorm. Maar ook die mensen kun je zorgen dat die, als die de juiste input geeft, dat er ook een goede output gaat komen. Waarom is het zo belangrijk? Een van de belangrijkste homeostatische processen is de zuur-base-evenwicht in je bloed. Mag ik het vragen? Ja. Wat zijn vrije radicalen? Vrije radicalen. Ja. Vrije radicalen, dat zijn stoffen die vrijkomen door als er zuurstof bij je toepast komt. Stel je voor dat je een zware inspanning moet doen, lichamelijke inspanning moet doen. Mm. Ja, en je hebt te weinig antioxidanten om vrije radicalen op te ruimen, kan dus daardoor verstoringen geven. Vrije radicalen komen van nature in je lichaam altijd vrij op het moment dat er zuurstof gebruikt wordt in je lichaam. Dat is constant het proces. Maar het kan zijn, als je constant van een leeuw moet wegrennen bijvoorbeeld, dan moet je lichaam, maakt meer vrije radicalen aan, omdat je meer zuurstof verbruikt, als voorbeeld. Dan moet je ervoor ook zorgen dat je voldoende antioxidanten hebt om die vrije radicalen op te brengen. Maar dat is gewoon het voorbeeld. Dus een van de belangrijkste homeostatische processen is de zuurtegraad van je bloed op peil houden en je lichaam moet hebben dat de zuurtegraad zo liefst tussen de 7.41, dat je wist. De consequentie is van verzuring, en dat weten veel mensen niet, de consequentie van verzuring als een plakketje hebt, is dit. Heel veel mensen hebben last van spieren en gewrichten door verzuring. Moeheidsklachten, hoge bloeddruk, cholesterol, maag-darmklachten, huidklachten, ze worden ook ontstekingsgevoeliger, nierstenen. Het zijn allemaal symptomen die kunnen passen bij verzuring, maar dat is nooit één ding. Er zijn natuurlijk ook andere factoren die hierbij kunnen passen, maar dit is wel een lijst wat erbij hoort bij verzuring. En dan zie je dat het lichaam eigenlijk alles aan doet om de zuurtegraad op peil te houden. En dan heeft hij dus allerlei buffersystemen bedacht, waarbij longen en nieren een grote rol spelen. Als er iemand die erg verzuurd is, dan zie je dat de mensen vaak hoog kunnen ademhalen en sneller ademhalen om de koolzuur sneller kwijt te raken. Dus die krijgen een andere vorm van ademhaling. Nieren kunnen zuren uitplassen en dan speelt voeding ook een grote rol in. Als je kijkt naar de
voeding en je gaat kijken wat verzuren en basevormend is, dan hebben wetenschappers dit bedacht, de PRAL-waarde. Dat staat voor Potential Renal Acid Load. Dus de lading van de zuurtevorming wordt ermee aangegeven in principe. En die lading wordt bepaald door een formule op te laten. Dus ga je kijken naar de verhouding eiwit-fosfor ten opzichte van magnesica. Dat is iets wat ze afgesproken hebben. En zo is het berekend wat verzurend is voor je lichaam. En daar heb ik gekeken, wat denken jullie? En die verzuring wordt dan aangegeven door min- en plusgetallen. Min is dan basevormend, en plusgetallen is dan verzurend. Sommigen zie je op internet dat die juist andersom hebben afgesproken, maar dat hangt eraf wat je met elkaar afspreekt. Wat denken jullie dat citroen is? Het verzuurend of basevormend? Wie durft? Wat zeg je? Basevormend, hè? De meeste mensen denken aan zuur ook aan de smaak, maar dat is dus niet zo. Citroen is min 1,7 is basevormend voor je lichaam. De huidige maatschappij is zo dat er te veel verzuring aanwezig is. Niet alleen in voeding, maar hele leefwijze. Constant door stressfactoren krijg je verzuring. En daarom is het belangrijk om toch besteld te staan om eens te kijken naar de voeding. Of je voldoende basevormde voeding kunt krijgen. De maat. Heb ook wat dit jaar. In de kas. Nieuwe tomaten. Ja, die komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, geloof ik. De tomaat. Oorspronkelijk tomaten waren zo groot als een bes. Echt zo'n kleine. Dus tot er meer dan 400 soorten tomaten zijn tegenwoordig. De tomaat is basevorm. En mais. Mais, hebben we ook hier gehad, is dus verzurend. Niet erg, als er maar een balans in is. Dus stel je voor dat je graag mais wilt eten, dan zorg ervoor dat je iets basevorm tegenover zet. Want daar gaat het om. Wortel hebben we hier ook genoeg van, op het land. Die je vindt heeft, op 1. Courgettes hebben we hier daar gehad. We zien al de oogst tot en met, min 3,1. Aubergine hebben we uit de kast gehaald. Dan zie je dat groentes in het algemeen basevormend is. De rode biet. Het mooie van rode biet is dat er zitten dus heel veel vitamines en mineralen in. En ook de nodige eiwitten. En pompoen, die worden volgende week geoogst. Min 1. Zie je dat groentes in het algemeen, want dit is eigenlijk geen groente, hè? Mais. Mais is een grassoort. Het sprong van gras. De groente is in het algemeen basevormig. Dus. Wat leuke is dat hier ook natuurlijk allerlei kruiden hebben. Die kruiden. Ja, kruiden is nog meer basevormig. Min 0,7. Die getallen zijn gebaseerd op 100 gram. En je gaat natuurlijk geen 100 gram bieslook eten op een bij je maaltijd. Dat is allemaal basisvorm. Basilicum. Geweldig. We hebben hier 5 soorten basilicum. Dat is leuk om daarbij te voeren. Een peterselie is helemaal mooi. Dat is rood. Min 12. En geldt het dan alleen als het vers is of ook als het gedroogd is in je kruidenpotje? Nou, ik ben ervoor. Je droogt de salie. Nog meer zelf. Ja, ja. Terwijl het bieslook gedroogd, de secundaire plantenstoffen om te kort in de bocht te nemen, die schijnen minder effectief te zijn. Je kunt ze beter vers eten. En als je bij salie iets zou vergelijken met vers? Ik weet niet, dat stond ik gewoon niet terugvinden. Ach, jammer. Je kunt het wel terugvinden op internet. Hè. Dan moet je goed kijken van plus en min wat ze afspreken bij het begin. Maar de meeste mensen eten dit. S'morgens. Ja. Nou, wat is rood? Wat lief? Het is allemaal verzurend. Ja, ja. Plus 4. Lekker plakje kaas eroverheen.
23. Nou, de ander pak salami, denk ik, is beter. Nou, er zijn mensen die dan muesli eten. Het gaat om de strekking van het verhaal, de duidelijk maken. Het moet begrijpen dat de meeste mensen in de huidige maatschappij veel te veel verzuurde voedingsstoffen binnenkrijgen. En dat niet genoeg compenseren met basisvormde voeding. Als je heel kort op de bocht wil gaan, dan zeg je gewoon, wat basisvormd is, is groente, fruit, kruiden, paddenstoelen. Dat is basisvormend. Granen en vleesproducten, vis, eieren, dat is allemaal verzurend. Niet erg, het gaat om de balans. En daarvoor ben ik blij dat we hier bij gelukkige groentes overwegend bazend vorm bezig zijn in onze zure milieu. Daar hoor je ook niks van, een zure regen vroeger. Nee, hoor je niks van. Wat ook fijn is om te weten is dat er veel in de groentes vezels zitten. Vezels is voor de bacteriën die in de darm zitten, de microbiota heet ze eigenlijk officieel. De darmflora is een verkeerd woord, want flora betekent dat er bomen in de darmen zo groeien. Dat klopt niet zo. Het is wel zo dat de vezels ervoor zorgen dat de probiotica, dat is een probioticum, dat prebioticum, sorry, dat bacteriën zich kunnen ontwikkelen, zoals lactobacillus, de bifidobacteriën, die ervoor zorgen dat het gezondheid bevorderend werkt voor je lichaam. Het geldt ook voor de bodemleven hier. De bodemleven moet hier gezond zijn, zodat de planten de juiste voedingsstoffen kunnen binnenkrijgen. En dan zie je aan de output van de plant of die bodem is. Hier worden geen pesticiden gebruikt. Leuk is om te weten dat die planten hier overdadig is aan antioxidanten polyphenolen. Kijk, wetenschappenonderzoek die zeggen wel eens dat de groenten bij de supermarkten hier, bij de appie, qua verhouding vitamines en mineralen hetzelfde is als biologische producten, maar hier wordt niet naar gekeken. Die antioxidanten heb je nodig om vrije radicalen op te ruimen. Ja, onder andere die polyphenolen, dat zijn stoffen die dus ontstekend remmend werken en voorkomen dat er kankercellen zich kunnen ontwikkelen. Dus hebben echt veel voordelen om dat te gebruiken. En dat zit dat zijn beschermstoffen voor de plant, moet je denken. Kijk, een plant, wij als mens, we kunnen wegrennen als er gevaar is. Maar een plant kan niet wegrennen. Dus een plant moet zich beschermen tegen omgevingsfactoren, zoals tegen zonlicht en tegen droogte en weet ik wat allemaal. En als ze dan veel zonlicht krijgen, kan ze juist deze stoffen aanmaken. Dat is ook het nadeel van pesticidengebruik. Als je bijvoorbeeld pakt wortel in de grond en je gaat de schimmels in de grond kapot maken met pesticiden, dan zal de noodzaak van de wortel om stoffen aan te maken om zich te beschermen tegen schimmels, zal dan niet aanwezig zijn. Terwijl de wortels die juist een aanraking met schimmels in de grond, die gaan dus deze stoffen maken. En dit is wat we nodig hebben om ons gezond te maken. Hier streven ze ook naar een gezonde bodemleven. Om hier te gaan shoppen. Ik bedoel eigenlijk te gaan oogsten. Dus levert stressreducerende effecten op. Dat is gewoon zo. En een lage ecologische voetafdruk. Want alles is hier in de omgeving gemaakt. Of mensen komen hier uit de omgeving, die hoeven geen reisafstanden te maken. Dat de puurtjes uit Kenia komen of dat soort dingen hebben, dus gelukkig dit kunnen maken. Ja. Het leuke is dat Gelukkige Groentes ook een cursus gaat geven over hoe je zo'n moestuin kan beginnen 6 november. Dan kun je gewoon als leek bijvoorbeeld in stappen. En als je dit onderwerp interessant vindt om verder te verdiepen, dan heb ik twee boeken in de aanbieding. Dus, gezondheid is een vaardigheid. En wat is nu echt gezond? Dan kun je met die kan inbrengen. Ik neem aan dat er vragen zijn. Dan is half uur nu voorbij, denk ik. Ver binnen nog? Ja, ja. Oh, ik ben wat vergeten te vertellen, maar dat maakt niet uit. Eerst kijken of er vragen zijn. Zijn die antioxidanten en die polyphenolen, ja, dat kan ik niet thuis maken. Dat zit niet in supermarkten. Minder. En dat komt omdat ze dan onder druk gekweekt zijn ofzo? Nou, een plant moet zich. Wij kunnen, als er een leeuw achter ons gaat, wij kunnen wegrennen. Maar een plant kan niet wegrennen.
Dus een plant zal een noodzaak hebben om bepaalde stoffen aan te raken om zich te kunnen beschermen. Want het enige wat de plant wil hebben, is dat hij daar de kiem gaat doorgeven naar de volgende generatie. Dus de kindjes van die plant moet beschermen. En dat zijn niks anders dan beschermstoffen. En als je te veel gaat beschermen, die plant, met pesticiden bijvoorbeeld, dan zullen die stoffen minder aangemaakt worden. En dat wordt niet verteld. Dit ook wel, dat klopt. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan te zeggen van de vitamines en mineralen allemaal hetzelfde. De plant haalt toch wat geen druk wat er nodig is. Ja, goede vraag. Ik heb ook altijd met biologische eten dat ik sneller vol zit dan bij eten uit de supermarkt, zeg maar. Is daar ook een verklaring voor? Ik denk als je geraffineerd eten gaat nemen, tot je wat minder vezel bevat, of bewerkt is, dan is er al een voorbewerking plaatsgevonden, dus dan zou je meer kunnen hebben. Maar als je echt dit soort producten gaat eten en je gaat meer kouwen, en daar zou je wat langer over moeten doen, dan zou je sneller vol raken. Dat denk ik dan, of dat wetenschappelijk onderbouwd is. Er is een aardappelboer, die heeft daar op een gegeven moment onderzoek naar laten doen. Die zag zijn bodem eigenlijk degraderen. Die heeft een overstap gemaakt naar, volgens mij, biodynamisch zelfs gaan telen. En die heeft een aantal zijn aardappelen verkleken met gangbare boeren. En er zit gewoon duidelijk een verschil in nutriënten en gewoon voedingsstoffen in zijn aardappelen en aardappelen van gangbare telers. Dat was best wel schokkend, weet ik. Dus het klopt wel. Het kan echt wel, ja. Ik vind het ook zelf, vinden wij het heel interessant om te kijken of je iemand van Wageningen kunt krijgen. Om daar gewoon, en ik weet dat bodem zegt een stukje verderop, gaat daar echt onderzoek naar doen. En wat gebeurt er nou in die bodem, wat betekent het voor de groentes? Ik geloof wel, je proeft het, er gebeurt daar iets. Ja, wat dat precies is, dat is interessant om te gaan opzoeken. En wat ook nog interessant hierin is, is de tegenlichtaflevering kippenexperiment. Waarbij ze een aantal kippen gangbaar voer gaan geven en biologisch voer. En gaan kijken wat is het effect nou daarvan op die kippen. Er komen ook hele leuke resultaten uit. Ja. Oké, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we het met deze afsluiten. Bedankt voor jullie aandacht en voor je belangstelling. Dankjewel voor je visie.